Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag voor het eerst FIFA spelen. Ik ga een managers carrière doen. En ik ga een test van 3 dingen doen wat jullie het leukst vinden. Spelerscarrière, deze, managers carrière of Ultimate Team. Mijn naam wordt Jules van Dijk. Dat vind ik een mooie naam. Maar die ben ik hier dus aan het invoeren, zoals jullie kunnen zien. Er staat nu Stefan Oosterbeek aan het begin, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Moet Jules van Dijk gaan worden. En jullie weten vast wel, Jules van Dijk is een supergoed Nederlandse verdediger. Maar Jules van Dijk is dus is niet familie bij Nederland. Het zou kunnen, maar niet dat ik dat expres zo bedacht heb of wel. Mijn nationaliteit, ja, ik kom echt uit Nederland, dus dan doe ik dat hier ook maar. Nederland. En dan verder ga ik mijn hoofd en outfits nog een beetje aanpassen. Maar dat kunnen jullie niet helemaal zien, dat is een foutje in de opname geweest. Helaas. Maar ik vind dat het wel mooi gaat worden. Want ik heb het natuurlijk zelf gemaakt. Maar een deel kunnen jullie wel zien. Die ogen ben ik nu aan het veranderen. Die vind ik zo wel. Wenkbrauwen doe ik gewoon deze. Neus. Dan kijk ik even welke ik goed vind. Ja, dat is ook wel weer een lastige keuze. Dan ben ik ineens in de training. Dat was dus het foutje in de opname. Maar goed, ik ben dus nu in de training bezig. En ik zou je eigenlijk vind ik het een overtreding, maar maakt niet uit. Want ik heb 3 pogingen nog verder. Dus die kan ik altijd nog gebruiken als het nodig is. Ja, dat ga ik nu ook eentje van doen. En dan heb ik bijna een mooie goal gemaakt. En dit was een mooi schot op de paal, vind ik. Maar net geen goal. En dit is dus wel gewoon, ik vind dat ik een beetje hard aangepakt word door die andere. Maar uiteindelijk gaat dit nog een redelijk goede training zijn. Dat weet ik omdat ik dit achteraf allemaal zeg. Maar nu gaat hij nog niet zo goed. Nu ben ik ook weer de bal kwijt. Het gaat echt niet goed in de training. Nu heeft de keeper weer de bal. Nu uiteindelijk gaat dit nog wel een goede training worden. Nu heeft de keeper hem net ook weer tegengehouden. En deze houdt de keeper ook al tegen. Dat is zo goed, weet ik niet, maar beter in ieder geval dan die vorige. Ja, beter is het goede woord. Ja. Het is niet heel goed, maar dan begin ik wel weer gewoon een nieuwe training. En dit is ook weer zo'n soort oefening als ik net ook deed. Ik moet aanvallen en gewoon proberen te scoren en dan. En de training, dat is niet heel. Die training doe ik heel vaak altijd, omdat ik hem gewoon leuk vind om te doen. Maar hier verdien ik ook aan deze oefening wel veel punten, heb ik al. Dan ga ik denk ik ook wel winnen. Maar tot nu toe pakt de keeper bijna alle ballen. En dan pakt die heb ik daar, maar daar krijg je iets van 50 of 100 punten of zo voor. En voor de paal of lat krijg je 200 punten. Voor een goal krijg je er veel meer.
goede bal. En dan gaan ze er steeds net niet in door de keeper. Dat is echt vervelend. Ja, deze. Ik heb geen zin meer in een ander. Ik ga nu gewoon alles simuleren. Maar dat was niet een hele goede training. Verder. Maar dan ga ik verder simuleren. En dan ga ik mijn eerste wedstrijd zo meteen spelen. Of simuleren eigenlijk. Gewoon. Ik ga het simuleren. Maar eerst nog even mijn opstelling. Of mijn wedstrijdplannen. Ik heb hier veranderen. Dit is niet helemaal zoals ik nu de wedstrijdplannen die op dit moment zijn. Maar dat gaat nog wel worden, want ik weet wel welke spelers ik in mijn team wil zetten. Dan hier zet ik gewoon Anko Jans in de spits. En verder bij de reservespeler staan ook niet echt spelers die ik probeer wel gewoon in. Die ik verder ergens anders zou zetten, behalve eentje. En dan nu is het tijd om de eerste wedstrijd te simuleren. En die heb ik helaas met 3-1 verloren. Dat is wel jammer, dan hebben we een kleinere kans om door te gaan. Naar de halve finale van dit kleine voorseizoenstoernooitje. En hier wijs ik nog even een transferbod af, omdat ik dat niet goed vind. En ik heb niet zoveel geld, maar ik ga daar wel een jeugdstaf van kopen. Dus jonge spelers kan ik daarvan scouten. En die komen dan bij mijn club. En ik wil gewoon Nederlandse spelers scouten, dus dat doe ik ook. En dan heb ik geen geld meer over, maar ik vind dat het wel waard eigenlijk. En Glenn Bell willen ze ook hebben, dat wil ik ook liever niet. Want hij is gewoon basisspeler bij ons. Hij wil hem wel gewoon niet weg. En de volgende wedstrijd simuleren tegen Pisa. En die winnen we met 0-1. Dus dat is wel weer chill. En dan ga ik nog even een training simuleren. Ugrinic heeft wel een goede training gedaan. En het gaat tot nu toe niet slecht als trainer van FC Emmen. Hier, Jules van Dijk, die doet het best wel redelijk. Nog een gelijk spel door tegen Ascoli. Dan ben ik niet door helaas, maar wel wat geld gekregen. Dus dan is het niet zo heel erg. Like en abonneer, voor mis geen enkele video. Like en abonneer en mis geen enkele video.